Hier zijn Jojo en Bobo. En dit is de Jojo en Bobo Show Show. Jojo! Dus we komen net terug van een enorm concert in mijn geboortestad Omaha, Nebraska. En ik kan wel zeggen, Omaha. Het was een te gekke ervaring. Want ten eerste, ik ben dol op Omaha. Het is de grootste stad in Nebraska. En we hebben zelfs onze eigen Fashion Week. Oeh la la. En je moet het maar net weten, maar magnetronmaaltijden zijn daar uitgevonden. Dat wist ik niet. Maar nu dus wel, Bobo. Hey, zal ik anders even 4 feitjes vertellen over Omaha? Maar dan heel, heel erg snel. Ja, graag. Zou de heer van Indie Rock de dierentuin heeft het grootste regenwoud van het land. In Omaha staat de grootste meubelwinkel van de VS. En het is de geboortestad van filmlegende Fred Astaire. Dat was veel sneller dan ik had gedacht. Hoe dan ook, terug naar het concert. Het begon echt zo geweldig. Er was een enorm publiek en de stemming zat er bij iedereen heel goed in. En ik heb al mijn hits gespeeld. Oh, en ook pasten de kleuren van mijn strikken goed bij de verlichting op het podium. Oh, het was geweldig. Oh, wacht. En het allermooiste was dat het zo fijn was dat de hele familie en al onze vrienden er waren. En Danny de postbode. Ja, Danny. Hij was onze postbode in Omaha. Bobo is dol op Danny. Ze holden altijd achter hem aan. Maar wel altijd op een lieve manier natuurlijk. Omdat ik hem leuk vind. Er was eens een keer dat Bobo achter Danny aanrende over straat en ze hem te pakken kreeg. Ze wist niet wat ze moest doen, dus ze sprong in zijn posttas en deed een dutje terwijl Danny de post rondbracht. Oh, dat was zo schattig. Ah, die brieven liggen echt heel erg lekker. Oh, wat een leuk verhaal zeg. Waar was ik? Oh, ja, 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 het concert. Ik was echt aan het rocken, toch, Bobo? Je rockte hem de pan uit. Ik hou van jullie, Omaha. En op dat moment ging het helemaal mis. Ik heb echt een supercoole sprong die ik altijd doe en die gaat elke keer weer perfect. Maar deze ene keer verknalde ik het toen ik landde en toen ging ik door mijn enkel. Bobo, welk geluid maakte ik toen? Ja, dat klinkt precies zoals het geluid dat ik maakte. Ik kan nog steeds niet geloven dat dat gebeurde. Ik bedoel, ik heb die sprong denk ik echt al een 700 miljoen keer gedaan. Ik denk dat ik gewoon zo blij was dat ik weer in mijn geboortestad was. En dat Danny de postbode er was. Nee, dat was jij, Bobo. Oh ja, klopt. Hoe dan ook, ik stompelde weg en probeerde leuk te blijven lachen. Maar van binnen dacht ik alleen maar, oh mijn enkel. Toen ik Bobo zag, zei ik, Bobo, luister, je moet voor mij het podium op. En Bobo zei, wat zeg je nou? En ik zei, Bobo, het is de grote finale en ik wil ze niet teleurstellen. Bobo was super nerveus. Ja toch, Bobo? Mijn neus zweette ervan. Maar gelukkig had ik een speciaal concertpakje voor Bobo meegenomen. In het geval zoiets zou gebeuren. Ik neem altijd bijpassende pakjes mee voor mij en Bobo. Voor het geval dat er iets gebeurt. Als we bijvoorbeeld een tweeling moeten zijn. Kan gebeuren. Of als we opeens samen een potje moeten tennissen. Of als we super schattig op reis moeten. Of als we plotseling samen mee moeten doen met een hond en baas modeshow. Altijd voorbereid. Maar hoe dan ook, Bobo zag er echt zo leuk uit. En ik voelde me beter. Heel even dan. Ja, Bobo dacht dat ze het dansje niet kon. Maar toen hielp ik haar herinneren dat ik haar de Running Man heb geleerd. En daar was ze zo goed in. Oh yeah, aha, doe de Running Man, doe de Running Man. Woe! Ik dacht dat ik het niet zonder jou kon doen. Maar wat zei ik toen, Bobo? Je zei, jawel hoor, ik geloof in je. Toen ging Bobo helemaal alleen heel dapper het podium op. Ze nam diep adem en toen verstijfde ze helemaal voor 30.000 mensen en iedereen die we kennen, zelfs Danny de postbode. Ik was zo bang aan de zijkant. Ik moest zorgen dat Bobo ging dansen. En toen kreeg ik een idee. Ik haalde een hele speciale gast op het podium. Danny de postbode. En raad eens, Bobo ging achter hem aan. Net zoals vroeger. Oh ja, de muziek stond hard en het publiek juichte. En Danny en Bobo deden de beste Running Man die ik ooit heb gezien. Ja, ik noem hem de Running Postbode. Het was echt zo leuk en hilarisch. Zelfs Danny vond het grappig. Want hij riep, Oma, ha ha ha. Ik kon dan misschien niet dansen, maar toch besloot ik het podium op te gaan om mijn laatste nummer te zingen. Dus ja, het was echt te gek. Bobo en ik hebben best een vette show gegeven. En Danny! Hij kan goed dansen. Ik
ik dans heel graag met hem. Oké, Bobo. Dat is echt heel goed om te horen. Nou, dit was het weer voor de Jojo en Bobo Show Show. We moeten er weer vandoor door. Maar we zijn weer terug voor je het weet. De Mazzel!